Ik begin eventjes bij het begin. Je begint dus met een dubbel stokje. Je begint rechtstreeks vanaf een vaste, dus eigenlijk de nieuwe kleur, dubbel stokje. En dan zet je dat dubbel stokje in het middelste gaatje van het setje van 4. Ik begin gewoon en dan kan je gewoon kijken hoe het moet. Een dubbel stokje is al 2 keer omslaan, dus dan haal je draad 3 keer naar achteren. 2 keer omslaan, in het gaatje, doorhalen, 2 keer doorhalen, 3 keer doorhalen. Er zijn er al 3. Vier. Oh, even opnieuw. Vijf. Zes. Zeven. Acht. 9, even nog een keer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En die zet je weer vast na het einde van dat setje van 4 met een vaste. Dus je steekt je naald door, je haalt de draad door en je zet hem even netjes vast. En dan heb je een bloemblaadje. En dan gaan we met de volgende dubbele beginnen. Weer in het middelste gaatje van het groepje van 4 of 8. En zo maak je er ook weer 9 dubbele stokjes. Zes. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen. Dat is eentje te veel. Maakt niet uit. Zo uitgaan. 3, 6, 9. En je zet hem weer vast. En je begint weer. Vier, vijf, zes, zeven, acht. En nog eentje. 9. En je zet hem weer vast. Oh, erin. En doorhalen. En weer met een dubbel. Gaan we weer verder. Even iets netter. Niet te snel. 1, 2, 3, 4. Nog opnieuw. 5. 6.
7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ja, we hadden 9 afgesproken. Hè? Dan moeten we er ook 9 houden. Zo, en we zetten hem weer bij, vast. Ten vaste. En weer een dubbel stokje. Kijk, het begint toch aardig op een bloemetje te lijken. Nou, zo kan je de hele toer afmaken. En je eindigt op dit punt. Ik haak nog heel eventjes verder.